Hoe vaak heb ik nou al niet geroepen dat ik echt iets moest gaan doen met die TGV? Hij zit nog niet in elkaar, hè? Maar de verlichting zit er alvast in. Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Eindelijk ben ik verder gegaan met mijn TGV. Normaal gesproken bestaat een TGV-set van Lima uit één motorwagen dummy, één motorwagen met motor en twee tussenstukken erin. Maar ik heb niet hier bij de hand, maar ergens in de buurt, een paar van de tussenwagens. Nou, op het moment dat je een TGV maakt van 7 lang, dan gaat dat niet goed met die motorwagen. Dat rijdt wel een beetje, maar een heuvel op en het is klaar. Dus een tijd geleden ben ik begonnen met het zoeken naar andere motorwagen, zodat ik wat onderdelen kon ruilen. Inmiddels heb ik twee TGV's, motorwagens, en dit is een van de twee motoronderstellen. De andere heb ik, waar zou ik die gelaten hebben? Ergens in de buurt liggen. Beide hebben dus een pannenkoekmotor. En het moeilijkste van die TGV vond ik de verlichting. Er zit hiervoor een mooie verlichting, hierboven zit een mooie verlichtingkapje. Maar om nou die verlichting ook te gebruiken. In een vorige video, ver ver verleden, kwam ik erachter dat de aansluitingen, of de verlichting hier, zitten kapjes op. En als je die kapjes eraf haalt, dan zijn ze precies groot genoeg voor een glasvezeldraad. Even zien. Ik gebruik daarvoor vrij dunne glasvezel. En die glasvezel gaat daar doorheen en gaat daarna naar een constructie waarbij twee leds op elkaar zitten. De glasvezels uitkomen op die leds. Eén is een witte led, de andere is een rode led. Of naast elkaar, ze zitten aan elkaar gesoldeerd. Met lijm en tape zit de glasvezel op de led. En die glasvezel gaat dan hierdoor naar buiten. En het effect zag je net in de intro van het filmpje. Is dus dat je kleine puntjes aan licht hebt. Ik kan even kijken. Ja. Nou, wat ik nu gedaan heb, is. Je ziet nu de witte lamp branden hier voorop. Ik zal deze even afdekken, want die is heel erg fel. Kijk. Nou, voor mij, als ik hier zelf in kijk. Ik zou de helderheid van de camera aan kunnen passen, maar dat vind ik even wat te lastig, eerlijk gezegd. Ik zie twee puntjes die direct licht uitstralen. Op de camera zie je mooi egaal. Maar in werkelijkheid zijn het ook echt die twee puntjes. Nu heb ik nog een derde led. En die heb ik hierboven in zitten. Die staat nu helemaal los. Schakelt gewoon aan. Goed fel. Ik zit eraan te denken om misschien die vast te hangen aan een van de extra schakeldraden van de decoder. Zodat je een soort van mistlamp aan kunt zetten. Of misschien dat ik er nog een extra weerstand tussen zet. Die iets minder fel is. Maar dat zijn vrij makkelijke dingen. Dat is de kabel die ik hier heb. Een weerstand tussen zetten. Ja, dat komt nog als ik dat aan wil passen. Nu, doordat hij hier gewoon los ligt. En schijnt hij ook de cabine in. Dus is meteen het cabinelicht ook aan. Je zou kunnen zeggen dat dat lekkage is van licht. Maar ik vind het erg handig als een cabine verlicht is. Eens kijken voor rood. Even zien hoe dat eruit ziet op camera. Ik zie dat vrij duidelijk, maar op camera met dit licht zie je het eigenlijk helemaal niet. Kan ik er iets aan doen? Nee, ik kan er niets aan doen. Rood licht is, komt dus ook naar buiten toe. Op de binnenste lampen, zoals ook in het echt. En zijn fel genoeg voor een sluitzijn, ziet er goed genoeg uit. Ik gebruik één weerstand voor beide kleuren. Als ik die rood fel zou willen hebben, zou ik die weerstand eraf moeten halen en per kleur een weerstand erin doen. Maar ik vind het eigenlijk niet erg dat die niet heel fel is op dit moment. Nu, ik heb dus met een connector, zodat ik als ik hem wil onderhouden, de kap gewoon weg kan leggen. Die kunnen namelijk beschadigd raken. Hier hetzelfde, dezelfde connector, dezelfde opzet. Dat is voor de andere kap.
Over de motorwagen. Ik heb nu vlug even kijken. Hier heb ik de verbindingen naar de decoder. Ik draai hem nu niet op de rails. De decoder zit rechtstreeks op de motor gesoldeerd en er zit even een plugje aan. Dat is mijn testopstelling om te kijken of als ik zeg dat hij naar voren rijdt, dat dan ook de juiste lampen aangaan. Dit is het treinstel voor de voorkant. Voor de andere, dus de achterkant, zal dus de polarisatie van de motor omgedraaid moeten worden. Wat mij nu nog te doen staat is, deze wielen zijn ontzettend ranzig. Die moeten echt schoon. Moeten nog nagekeken worden. Ik heb niet het idee dat het helemaal goed dicht zit bijvoorbeeld. En er is nog een klein beetje bekabeling te doen. Het tweede motorstel moet dus nog doorgesmeerd worden. Moet nog aan nagekeken worden. Moet misschien de motor nog van gerepareerd worden. Dat zijn dat zijn ook dingetjes. Niet heel spannend allemaal. Maar wel heel handig om te doen nu die nog open ligt. Het gekke van deze draaistellen is dus dat het draaipunt vrij ver naar voren zit. En hier zijn de wielen. Nog even goed onthouden hoe dat erin moet. Nou, die moet echt schoongemaakt worden. Dat is een van de dingen. Ja, ik kan dat wel in beeld gaan doen. Maar ik denk niet dat je daar een leuk filmpje van krijgt. Ik denk dat het veel leuker is om dadelijk het eindresultaat te zien. Als beide stellen... ik zou ze aan elkaar kunnen koppelen. Maar als beide stellen in ieder geval kunnen rijden. En hun wielen schoongemaakt hebben. Op de rails staan en samen heen en weer kunnen hobbelen. Dus dat zal waarschijnlijk hierna volgen. Ik ga nu... De boel afmaken en neem straks het volgende deel op. Oh ja, en natuurlijk heb ik gekeken of dat ik bij deze de pannenkoekmotor kon vervangen met een heb ik er hier eentje met een kleine motor, met zo eentje. Maar de motor zit zo verweven in het onderstel en in het draaigedeelte dat deze motoren zijn eigenlijk te dik, die vervangende. En komt niet op de goede plek uit. Het is een heel gedoe. Ik heb er naar gekeken, maar het is eigenlijk niet te doen. Dus dit wordt een gedigitaliseerde Lima met originele motoren. Dat is toch iets wat ik niet heel vaak doe. Hopelijk dadelijk. Ofwel what went wrong. Of een mooie rijdende Lima trein. In ieder geval twee motorwagens. Nummer 1, geen probleem, zit helemaal in elkaar. Verlichting zit erin, decoder zit erin. En in theorie werkt het.
Nummer 2, motor doet het niet. Dus bij nummer 2 doet de motor het niet. Waarom de motor het niet doet, weet ik niet. Ik heb maar een decoder gehangen en er stroom op gezet. En het enige wat eruit komt is gezoem. En ik doe dit schroefje even off camera. In ieder geval het eerste stuk. Het probleem is... Je kunt deze motoren bijna niet bekijken. Je kunt ze niet uit de behuizing halen zonder het motorschild eraf te halen voor deze TCV's. Dus dat doen we dan maar ook even. Dit frame hier van nummer 2 is al flink wat aan gelijmd. Het lijkt een paar keer gebroken geweest te zijn. Dus het zijn al van die mooie voortekenen dat je hier misschien voorzichtig mee moet zijn. Ik heb er zelf hulpstukjes tussen gezet, zodat het wat steviger is. Ik hoop niet dat dat de oorzaak is dat hij niet wil rijden. Om de motor eruit te krijgen moet eerst één schroef, of eigenlijk allebei de schroeven er helemaal uit. En dat is een gedoe bij deze. Kom, kom. Ja. En dan zou ik hopelijk het schild beet moeten kunnen pakken. En dat... ook niet. Ik ga eens kijken nu dat de schroeven los zijn of dat hij wel wil rijden. Het zou niet voor het eerst zijn dat dingen te strak zitten bij zo'n Lima. Nee, alleen gezoomd totdat de stroom zo hoog wordt dat de decoder zegt nou daar gaan we dus even niet aan beginnen en dan de hele boel eigenlijk lam legt. Dus een noodstop maakt in feite. Ik kan de kern wel lekker bewegen. Zo, de motor is los. Ik heb hier de spoel in mijn hand. En die is op wat vuiligheid na eigenlijk prima. Koolborstels zijn prima. En het loopwerk. Het voelt ook wel oké aan. Als de spoel erin gaat. Geen probleem. En nu eens kijken wat er gebeurt als de ring erin gaat. Ik denk dat ik het al zie. Zit hier troep in die ring? Nou, dan kan het goed zijn dat de zijkant van, de, van die, die motor van deze dingen tegen de ring aan zitten te drukken. En dan gaat het ook nergens heen. Dus zo. Kom op. Ja, het gaat stroever, maar niet buitenproportioneel stroef. Het schild zet ik er weer op. Kijk, natuurlijk gaat zo'n motor stroever als je er als je hem in die magneet zet. Er gaat nu stroom lopen en die stroom moet omgezet worden
in warmte, want een motor zonder stroom erop die je gaat draaien is een dynamo. Dan draai je die motor, dan gaat er stroom lopen, die stroom kan nergens heen. Wet van behoud van energie stelt dat er wel iets mee moet gebeuren, dus er moet iets opwarmen en dat kost even wat moeite, dus loopt die zwaarder. Dan weet ik niet wat er ook weer gebeurde als die onder belasting staat, maar je merkt dus dat als je alleen maar dat binnenste gedeelte hebt en je draait eraan, is er niks aan de hand, doe je er een magneet omheen, dan is hij een stuk stroever. Nu dat hij in elkaar zit, merk ik, ik kan aan de wielen draaien en hij rolt een beetje door, niks mis mee. Dus koolborstel 1, koolborstel 2, veer op de schroevendraaier op de koolborstel in het gaatje, ja, daar gaan we. Sorry, de veer in het gat, een veer indrukken, pin erop, zo. Oké, decoder. Nee, hetzelfde effect. Hij zoomt. Hij probeert hem te laten draaien. Ook als ik hem zelf help. Hij lijkt wat heen en weer te bullen. Ik ga hem loshalen en ik ga er gewoon even. Ik ga er gewoon direct stroom op zetten. Misschien heb ik hier wel gewoon een foutje gemaakt met de decoder. En zit ik er gewoon hele rare stroom op te zetten. En denkt die motor, whatever. Zo, los, los. Hetzelfde gedrag. Dat is niet zo mooi. Dat betekent dat er een defect zit in de motor. Vandaar dat hij zo goedkoop was, denk ik. Ik ga uitzoeken wat dit is. Zodra als ik het weet, start ik de opname weer. En vertel ik wat het was. Of als ik er niet achter kom, wat ik heb vervangen om het aan de gang te krijgen. Oké, probleem gevonden. Hij loopt nu, ja, nou ja, ik heb heel veel dingen losgehaald. Ik heb, goed, wat heb ik gedaan? Ik heb de koolborstels vervangen, maakt er niks uit. Ik heb de rotor, dit deel vervangen, maakt er niks uit. Ik heb de magneten ring vervangen, maakt er niks uit. Ik heb mijn tandwielen losgehaald, maakt er niks uit. En toen zag ik dat dit uitstulpsel aan de bovenkant zat, terwijl dat mijn koolborstels, zo, als je dus deze zo neemt, hier contact maakte. Doordat dit een ring is met hier de Noord- en Zuidpool, als dan hier je koolborstels zitten, gaat hij geen slag maken. En omdat hij geen slag maakt, gaat hij alleen maar stroom geleiden tussen de kabels, tussen de draden hier, en wordt hij alleen maar heel erg warm. Ik zag een klein gaatje aan de zijkant zitten, kwartslag gedraaid. Werken. En hier zijn ze dan bij de motorwagens. Dit is nummer 1. En dit is nummer 2. Het spoor is heel vies. Ik kan ze een beetje laten rijden. Ik weet niet of dat te zien was. Nou, ze willen in ieder geval. Oh, ze willen in ieder geval allebei dezelfde kant op. En de verlichting klopt. De andere kant opzet. Oh, dit is niet handig om dat te doen met deze camera in mijn hand. Forward, zo. En dan zie je hier de verlichting van deze voorkant. Dus dat betekent, het is gelukt. Ik heb de twee TCV's. Even kijken of ik het beeldscherm kan krijgen. Ja, de twee TCV's hier. En even kijken. Ik heb hier twee tussenstellen. En daar bovenop ergens nog drie. Zo.
Deze kan ik dus nu alle drie aan elkaar, sorry, alle zeven aan elkaar maken en als complete set laten rijden. Verlichting en alles zit erin. Ik ben er super blij mee. Ik ga de hele film monteren, zodat jullie dit ook kunnen zien online. Bedankt voor het kijken. Subscribe en like en tot een volgende keer bij een volgend project.